Hebben jullie die Van der Wal gezien? Ja, die stikstofminister. Ja, bij WNL. Op zondag, hebben jullie dat gezien? Nou zeg. Die vrouw, die heeft me daar een stelletje fouten gemaakt. Hè? Terwijl ze minister was en is. Ja, ongelooflijk. Ja, weet je nog, het begon ooit met die kaart, met die stikstofkaart. Ja, er werden allemaal gebieden in aangegeven en alle experts die zeiden van, ah, dat kan helemaal niet, die kaart, die moet heel gauw weg. Er klopt niks van. Nou, en zij maar doordouwen. Nee, dat houden we, dit is het eerlijke verhaal en daar gaan we niks aan doen. En, ja, en uiteindelijk, ja, dan moesten we een soort van excuus maken en de kaart, die verdween. En daarna ging ze heel strak vasthouden aan 2030. Weet je dat nog? Nee, daar viel niet over te praten. 2030, dat was het jaartal. Dan moest alles gebeurd zijn. Ja, nou, en iedereen riep, vind je dat helemaal niet nodig, kan ook 35 zijn. Nee. En nu, ja, nu blijkt gewoon dat allemaal onzin was. En flauwekul, dat makkelijk kun je wachten tot 2035. En ze had ook nog, weet je dat, nog die piekbelasters. Ja, die 3000 mensen. Nou, en dat hele verhaal, dat heb ik pas geleden nog verteld. Daar klopt ook helemaal niks van. Nee, want dat werkt heel anders dan zij bedacht hebben. Dus het is gewoon, kijk, die Van der Wal, dat is waarschijnlijk helemaal niet, ja, die kijkt toch zo onschuldig. En die zat daar bij dat WNL. En die zie je denken, ja, hoe kom ik hier dan onderuit? En die ging me draaien. Draai. Er wordt een draaideur. Hartstikke duizelig van. Onvoorstelbaar. En die vrouw, ja, die weet het dan ook niet meer. Maar kijk, ze is waarschijnlijk niet zo dom. Dat denk ik niet. Maar het is gewoon heel erg wanbeleid. Dat is het gewoon. Gewoon heel erg slecht. Ja, heel Nederland in de fik gestoken. In de brand. Chaos veroorzaakt. Wanhopige boeren. Tot aan zelfmoord toe. Ja, en dat heeft zij allemaal veroorzaakt. Ja. Dus dan heb je het gewoon heel slecht gedaan. En dan zet de VVD. De VVD, die zet haar gewoon even zo vrolijk, niks aan de hand, op de vijfde plaats weer, kandidatenlijst. Nou, dat is toch niet te volgen, vrienden. Nee. En dat moeten kiezers niet vergeten. Ja, als je in het stemhokje staat.